Van heerlijke pannenkoeken tot culinaire gerechten. Je kan het allemaal vinden in het Groene Hart. En het bijzondere is dat ze allemaal koken met streekproducten uit het Groene Hart. Vandaag zijn we in het prachtige gebied van Noorden, bij de Watergeus. En daar gaan we smullen van snoekbaars die uit die plassen komen. Maar we gaan eerst een kijkje nemen bij de visser die de vissen vangt. Heel erg mooi in Nieuwkoop, de Nieuwkoopse plassen. En jij, Leo, bent hier visser. Hoe lang ben je al visser? Vanaf 1974. Ja. Met de paplepel ingegoten? Ja, vader op zoon. Ja, dus echt het vak geleerd op de plassen. Ja, ja. We gaan straks naar de Watergeus, dan gaan we van de snoekbaars smikkelen. En die worden hier gevangen. Ja. Wat is er zo bijzonder aan de snoekbaars? Nou, het bijzondere is dat het gewoon een hele lekkere vis is. Ja. En dat is dan... Wordt graag gegeten door de mensen. Ja. En vroeger dachten ze eerst dat ze giftig waren. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Ja, die stekels misschien. Maar ja, de vis, maar het werd echt, hij werd een beetje links lieten ze, liet je hem liggen in de plassen. Ja, het was, het werd wel verkocht. Ja. Maar goed, niet zoals nu. Nee, want daar staat bijna in alle restaurants staat hij vaak wel op. Tegenwoordig wel, ja. Ja. In welk seizoen wordt hij gevist? Normaal gesproken in het najaar hier op Nieuwkoop. Ja, het is lijkt me heel erg mooi ook voor jou als visser dat echt die streekproducten steeds populairder worden. Streekproducten uit het Groene Hart. Ja, dat is heel leuk. Ja, want je haalt het uit de plassen en het wordt bijna... Ja, het gaat niet helemaal vanzelf. Kijk. Alsjeblieft. Dat is de snoekbaars. Betere werk. Plas. Ga lekker zitten. Snoekbaars uit de Nieuwkoopse plassen. Ja, zeker. Vertel, waarom uit de Nieuwkoopse plassen? Nou, de Watergeus zit aan de Nieuwkoopse plas. Ja, het is hier prachtig. Dus we hebben een visser, Leo Hoogwerf, die vist hier ook op de plassen. Een van de weinigen. En daar is de snoekbaars vangt die in het seizoen voor ons. En de palingen vangt hij en rookt hij voor ons. Echt vis uit het Groene Hart. Ja. Wat is nou bijzonder, zo bijzonder aan snoekbaars uit het Groene Hart? Ik vind de structuur, de smaak, dat geldt voor de snoekbaars en voor de paling. Dus niet te vergelijken met de kweekpaling. Het is echt misschien iets meer aards, maar ik hou daarvan. Ja. Het is lekker dichtbij en ik vind het verhaal heel mooi, zeg maar. Mensen zitten hier te eten, kijken naar buiten en zeggen, daar is visje gevangen. Ja, het is een prachtig verhaal, want het is inderdaad een hele korte keten. Hè? Het is bijna, je zou bijna je hengel uit gooien en voordat je het gaat eten. Is het Groene Hart een culinair hart van Nederland? Ik vind van wel, maar jij met de kok? Er is best wel veel te halen, zeg maar, in het Groene Hart. Er zitten echt wel veel groentetelers, fruittelers, kaas uiteraard. Ja. Volgens mij zit ook nog ergens hier een forellenkweker, rivierkreeftjes, maar die is al een keer voorbij komen. Die hebben we hier ook zat in het water zitten. Dus als jij een beetje zoekt en rondkijkt en vraagt met jouw lokale leverancier, zeg maar, is er echt wel genoeg te halen uit de buurt of uit het Groene Hart. Ja, zeker. Ik heb zelfs ontdekt dat er zelfs een asperge... In Bergswoude volgens mij is het aspergebuur. Ja, zelfs asperge. Het ruikt heerlijk. Eigenlijk wil ik niet praten, want ik wil eten. Het is echt heerlijk. Maar ik wil nog één ding van jou weten. Wat je tegenwoordig ziet is echt alles van de vis gebruikt wordt. Doen jullie dat ook? Ja, de vis komt helemaal vuil binnen. Hij is dan wel al geschubt en de ingewanden zijn eruit. In de kop zitten twee wangetjes. Die haal ik straks nog uit en die gaan we langzaam konfijten. De graten trekken we bouillon van om of een vissoep van te maken of een saus voor bij de vis. En verder van de vlees, wat ik net zei, koud, warm, wordt helemaal verder verbruikt zodat we zo min mogelijk... weggooien, want het is zonde, want je betaalt voor de hele vis, zeggen we altijd. Zeker. Nou, hoe lekker kan je het krijgen? Snoekbaars bij de Watergeus. En de snoekbaars komt gewoon uit het water waar je op kijkt. Ik ga even met je proosten, die heeft geen wijn, maar mooie wijn hoort bij mooie vis. Ja, dank u wel.